Welkom bij deze nieuwe weekvlog. You just give me a... Het is vandaag maandag en het is een hittegolf. Ik kom net van boven. Want mijn voordeur is nog steeds stuk. Dus niemand komt binnen. Mijn hele fresh is net bezorgd. Ik ben heel benieuwd. Het zijn 4 recepten. Dus ja, laten we even kijken wat er allemaal in zit. Ik heb het wel uitgekozen, maar ik weet het eigenlijk niet meer. Het is alweer een tijd geleden. 4 recepten, dat is echt fucking veel. Ik hou van HelloFresh. Oh ja, pulled chicken wraps met koolslaan. Ik heb allemaal lekker snel recepten uitgekozen, want ik dacht, ik heb helemaal geen zin en tijd om te koken. Dan Thaise stijl chicky gehaktballetjes met sesamnoedels en pinda's. Leek me ook wel lekker. Courgette prijssoep met dille, croutons en pesto bruschetta. Lekker een soepje, altijd top. Na pizza met oesters met groente en tahin saus. Ja, dit leek me ook wel lekker. Huh? Zijn het 5 recepten? Hè? Heb ik 5 recepten? Doe even normaal. Oké, girl. En tonijn avocado bol met furikake, sojabonen, een soort pokeball. Nou. Ze zijn allemaal best wel low calorie en super snel en makkelijk. Maar ik weet echt niet wat hier... Hier kunnen we wel weer een jaar van eten. De kokos is ook kapot. En dit moet allemaal een plek krijgen. Nou... Succes ermee, zeggen we dan. Wat Oké, moment of truth. Ik ga het allemaal kosten. Leuk. Het is echt veel. Het past. Het past. Thank God. Nou, top. Nou, ik heb ook echt een topje aan wat eigenlijk gewoon een soort bikini top is. Omdat het gewoon zo warm is. Ik ga nu weer naar kantoor en daarna ga ik even naar de Hoxton daar werken. Ik heb dus van het weekend een brow lift gedaan. En het is ziek nice, want het blijft gewoon super goed zitten. Ik moet wel anders nog even doorkammen. Het is toch fucking chill. Ik heb nu niks met mijn wenkbrauwen gedaan, hè? Alleen die brow lift. Wow, ik heb het fucking heet. Ik ga echt heel oud hier. Nou, ik zit even in de Hoxton. Dus hier is een stuk beter als op kantoor. Op kantoor is echt niet te doen. Leuk gezellig met Maggie. Maggie is aan het studeren. Och. Goed bezig. Nou, ik kom net terug van een sportlesje. Zijn nu lekker HelloFresh aan het koken. Wat doe je? Oh, ik spetter heet soep op. Oh. Hoor. Maar dat hoort toch? Nee. Wacht, doe het eens in de wasbak. Nee, het is omdat het te heet is, sowieso. Maar we hebben lekker een courgette soep. Met... Nou, ik zal het even laten zien. Lekker gezond de week starten. Allemaal lekker snel hebben we. Want we hebben lekker geen tijd. We hebben wel lekker geen zin. En we zijn hier croutons aan het maken. Gaat dat goed? Ja. Perfect. Oh, die kruiden moeten door. Oh. Dat was het. Maar zit hier ook zout al in? Nou, heerly. Het is nu inmiddels 10:30 en ik heb de hele avond de weekvlog geëdit. Daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Ik moet ook nog even douchen. Nou ja, ik ga denk ik niet mijn haar wassen. Nou, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het morgen in zo'n staart en in het leg doen. Ik ben blij dat het weer een stukje koeler is, want nou, ik trok het echt niet. Gisterdag was het zo warm. En ja, ik heb eigenlijk niks te vertellen. Heb jij nog wat te vertellen, Cecile? Ja, Merel heeft de naam dat voor boekhoudkantoor. Oh, echt? Is er iemand die toevallig boekhouder wil worden? Nee, grapje. En meteen een bedrijf erbij krijgt. Ja. Leilie, waar ben jij? Ik zie er echt niet. Oh, daar, achter de tafel. Leila. Hey, hallo. Oh. Hoe kan ik je van dienst zijn? Hallo. Oh, jij is een figure, hè? Heb je zin in morgen? Niet dat er morgen wat is, maar... Heb je zin in een nieuwe dag? Ja?
Ik hou van elke dag die mij is gegeven. True facts, bruh. Maar het is altijd dinsdag. Op een of andere manier plannen we altijd alles op dinsdag, die meetings. Ik heb een flaporoor aan één kant. Hier zie je mijn oorflap. Flap je hier niet? Hoe kan dat? Zet help. Nou guys, ik ga lekker mijn bed in. Echt zo stroom, dus wat verkoud. Ik word er echt gestoord van. Zo kut. Maar ja, kan er niks aan doen. En ik hoop dat ik me morgen beter voel. Goedemorgen allemaal. Ik ben alleen maar meer verkouden geworden. Ik word er echt gestoord van. Echt. Ugh. Zoveel neus. Ja. Maar, ik ga nu naar kantoor. Nou guys, echt. Ik ben er oprecht nog nooit zo fucking verkouden geweest in heel mijn fucking leven. Ik word er echt gestoord van. En gewoon geen lucht. Ik ga nu Hello Freshje koken. Een hele easy squeezy lemon squeezy. Wat is de bedoeling? Boter. Gehaktballen. Nou. So let's go. Van dit soort gerechten hou ik nou echt. Het enige wat je hoeft te doen is die gehaktballen bakken. Die groenten, die noedels erbij kleuren. En een beetje garnering erop. I love it. Helemaal top. Nou guys, dit is het eindresultaat. Het hele bord vol. Ik heb ook wel honger, want ik heb niet veel gegeten vandaag. Udonnoedels met spicy, of nee, sticky gehaktballetjes. Nou, let's eat it. Nou guys, ik ben nog steeds echt fucking verkouden. En ik ben er ook voor achter gekomen dat ik niet echt meer kan proeven of zo. Of in ieder geval, ik proef wel een beetje zoet of zout. Maar niet echt specifieke geuren, zeg maar. Ik heb het nog nooit gedaan in mijn leven. Maar het scheen dus te helpen dat een ui naast je bed je holt dus gaat open. Dus ik ga dat doen. Ik heb dit nog in de koelkast liggen, een halve rode ui. Dus ik ga dat hier neerleggen. Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Dus we gaan het zien. Good night and hopefully I'm better soon. Or even tomorrow. Een hele goede morgen allemaal. Het is woensdag. Ik voel me alweer gelukkig een stuk beter. Lekker een nacht kunnen maken, lang geslapen. En ik ga nu naar kantoor. Ik ben alleen nog een beetje verkouden, maar wel echt een stuk minder. Dus dat is echt ontzettend fijn. Vervolgens zit mijn hot is gewoon wat minder dicht en zo. Oké, ik moet kiezen. Ik ga het doen. Echt, why vlog ik altijd als ik die lelijke kuthelm op heb? Maar goed, ik heb even een ochtendje gewerkt. Ik ga nu naar huis een race opmaken en dan ga ik een McDonald's mukbang filmen met Isabelle en Bo. Superleuk. Dus helemaal zin in. Nou guys, het is inmiddels 2:30. Almost 2:30. Ik ben helemaal ready, klaar. Oh, ik ga over de snelheidslimiet. Oopsie. Loved Flitsmeister, by the way. Maar ik ga nu snel naar Isabelle en Bo, die gaan het eten halen, fucking chill. Dus we komen ongeveer tegelijk aan. Dan gaan we lekker Mackie, ordinair Mackie vreten. I love it so much. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik ga vanochtendje naar kantoor. Dit is de fit. En daarna heb ik een event van Douglas. Dus daarom ben ik helemaal zo leuk, aangekleed en zo. Dus ik ga nu snel. Nou, we zijn op het event. Ja. Is er ook gezellig, Mirjam. Sally. Ja, laten we even gaan rondlopen, want we zijn hier echt, wat staan we hier te doen? Nobody knows. Nou, ik heb even een heel klein cute bosje gemaakt. Het is helemaal cute. Zo lekker, ja. Laat je bossen zien, To. Nou. Ja, leuk hè. Amy. Alle kleurtjes van mij. Van jou. Van mij.
Nou guys, ik ben terug van het event en ik heb echt een zieke goodiebag gekregen. Het is echt fucking zwaar. Ik weet niet wat hier allemaal in zit. Maar we gaan het nu even samen bekijken. Ik ben echt benieuwd en excited. Oké, dus in deze tas. Wat ik dus al wist is dit, want dit moesten we zelf uitkiezen. Een nieuwe mermaid tang en dit is een waver. Ja, dit is een wat kleinere tang. En hier kan je dus waves mee maken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel altijd leuk bij mezelf staan, maar ik doe het eigenlijk nooit. Dus ik moet eigenlijk meer gaan doen, maar ik vergeet het altijd eigenlijk. Dan, holy shit. Er zit gewoon een parfum van Alien in. Holy fuck. Gewoon een zieke parfum van 100 ml. Nou. Wat leuk. Skincare face cleanser. Oh, dit is altijd top. Gewoon lekker een face cleanser. Dan een make-up palet van Douglas. Earthy Nudes. Dat is ook heel leuk. En ook altijd top. Wat een mooie kleuren trouwens. Van de Douglas The Home Spa Relaxing Shower Foam. Ook altijd, altijd chill. Dan een... Oh, deze heeft ze mij uitleg over gegeven. Dit is een leave-in conditioner. En die hoef je dus geen echte conditioner te doen, maar alleen dit. En het schijnt dus, ja, heel goed te zijn. Fable & Mane. Cute. Oh my god. Ook gewoon een nieuwe parfum van Billie Eilish. Wat ziek. Deze ruikt fucking lekker. Het is een unisex parfum, maar ik vind deze zo fucking lekker. Ik had deze letterlijk daarop gespreid. Wat fucker hier. Oké. Oh, een lip injection van Too Faced. Die is heel chill. Die heb ik vaker gehad en al vaker opgemaakt. Dus nice om weer te hebben. Ariana Grande. Ook de parfum. Ik kom onder in de parfum. Dan een... Oh my god. Ik kan dit merk nooit uitspreken, maar dit is een van mijn favoriete haarmerken. Oeh, Aouai. Why? En het is een scalp en body scrub. Very nice. Dan een douche shower cream. Heel leuk. Helemaal cute. Oh, dit heb ik al. Dit is heel nice. Dit is een CC Correct cream. En dit is tegen rode effeten en zo. Deze is heel chill. Ik heb deze dus ook. Dit is heel nice. Oh, dit is van Millie Bobby Brown. Oh, wat leuk. Dit is denk ik een parfum of zo. Ik heb nog nooit iets van haar merk gezien eigenlijk. Oh, dit is een parfum. Nou, wat leuk. Florence. Wildly Me. Heel lekker. Gewoon lekker fris, lekker bloemerig. Maar niet te zoet. Juist lekker fris. Allemaal nieuwe, van allemaal bekende mensen. Ariana Grande, Millie Bobby Brown, Billie Eilish. Een texture spray van Salon Hair. Volume en strength. Nou, dat kan ik wel gebruiken. Een beetje volume. Want shit. Oh ja, deze mascara. Die schijnt heel chill te zijn. Die hadden ze ook uitgetest. Van 123. Een serum. Plumps en illuminate. Nou. Foam cleanser. Nog een cleanser. Booster eye cream. Van Dr. Suzanne. Oh, dat is wel een heel goed merk. Dan. Oh my god. Van Too Faced. Of niet? Oh nee, wow, dat lijkt erop. Pat McGrath. Een bronzer. Super fancy. Mooie verpakking ook weer. I love it. Oh ja, een hele mooie bronzer. Nog twee dingetjes. Een van Clinique. Een mini mascara. En, oh, van Kylie Skin. Lip oil. Ik wist helemaal niet dat ze een lip oil hadden. I love lip oils. Wow, deze is wel heel donkerrood. Ik ben benieuwd hoe die op mijn lippen zal staan. Ik vind het wel een beetje cheap aanvoelen en eruit zien, maar I don't know. Is dit heel heftig? Oh, het valt wel mee. Het is sowieso mooi. Ik had heftiger verwacht. Ja. Zo leuk, holy shit, niet normaal. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik ga nu heel even snel naar kantoor, want ik heb een meeting. En daarna ga ik... mijn powderbrow is laten bijwerken, dus very excited. Dit is de fit, waarom staat hij niet scherp? Cute, oké, bye. Oké, guys, het is nu 12:30, ik zit in de auto.
onderweg naar AS Studio. Ik doe daar denk ik ondertussen al 3 jaar of zo mijn wenkbrauw dus, mijn powder brows. En ik ben er zo blij mee. Ik heb dus nu weer even een touch-up na een half jaar. Van Anna is de studio en ze is super lief en super goed, heel perfectionistisch. En ja, je komt altijd gewoon weer helemaal shiny met flinky brows vandaan. Super leuk, ze heeft ook lipliner, PMU. Ze geeft ook sinds kort cursussen, dus dat je het ook kan leren. Dus echt super leuk. Ze zit dus in Purmerend, dus dichtbij Amsterdam. Super chill. Ja, ik heb helemaal weer zin om daar lekker heen te gaan. Ik heb haar alweer een tijdje niet gezien. Dus ja, helemaal excited. Nou guys, ik kom net terug. Ik ben echt weer helemaal happy de peppy met mijn brows. Het is nu nog heel heftig en hard. Omdat het dus nog 20% gaat vervagen ofzo. Maar het zit weer helemaal netjes en mooi. En dan kan ik er weer lekker voor uit. En ik doe dus een jaarlijkse touch-up. Ja, zodat het gewoon lekker sprekend blijft. Het zijn dus powder brows. I love it so much. So I'm very happy. En daarna ging ik langs bij Litchi. Want ik heb morgen een Barbie thema party. Dus ik heb een super leuke jurk daarvoor. Dus ik ga hem even passen. En ik hoop dat hij past. Het is inmiddels 7:45. Ik had een lekker avondgegeten. Lekker pokeball gemaakt. Met HelloFresh. Ik ben nu heel even aan het editen. En vanavond gaan we proberen om naar de film te gaan bij Soho House. Want er was een wachtrij. En misschien kan je dus erheen als iemand niet komt opdagen. Dus we gaan zien. Want de film is om. Ja, dan moeten we wel. Ja, dan moeten we wel om 9 weg. That's alright. Now guys, we're back. Dat was echt heel leuk. Hele goede film. Heel leuk. Dat zag ik 2 keer nu. Ik heb even make-upje eraf gehaald. Ga even crèmetjes opdoen. Jean Duberry? Dat is hoe zij heet. Ja, zo heet de film. Ja. Trouwens, volgens mij is dit waar gebeurd. Ja, want het was ook met Marie-Antoinette en zo. Ja, en Louis. Maar op het einde zeiden ze van dat ze onthoofd is. Oh ja, ja, ja. Ja. Ze werd geëxecuteerd. Ja. Dus best wel erg. Mannen vaak aan het Romeinen. Maar eigenlijk echt ziek hoe goed Frans Johnny Depp kan. Ja! Ik wilde het nog tegen jou zeggen van. Maar volgens mij zijn dochter spreekt ook Frans. Lily Rose. Ja. Die hebben zij in Frankrijk gewoond. Ja. Want het is echt gewoon 0,0 zouden van kunnen afleiden dat hij niet. Ja, maar echt. Hij zijn niet Frans. Oh ja. Dus misschien als je wel Frans bent. Als je wel zou denken van klinkt anders. Nee, ik ben daar wel echt mee. Madame du Barry bestond echt, ja. Ja, heb je zo'n schilderij van haar? Ja, daaruit kan je niet afleiden. Nee, want kijk ook die pruik. Het ziet er dood eng uit. Ja. Maar ook als je haar met die witte pruik op zag, is het een totaal ander persoon. Is dit geil vonden in die tijd? Is ja. Dit een foto of een schilderij? Het ziet eruit als een foto. Ja. Dus een schilderij is sowieso niet... 1919. Wow, maar is Antoinette van daarna? Marie Antoinette, ja. Zoek eens op, dan moet er toch een foto van haar zijn. Ik dacht dat dat veel ouder was. Maar dat was dat nichtje, toch? Ja, nee, dat werd de koningin. Marie Antoinette. En zij is toen bij de Franse Revolutie, als ik het goed zeg. Ik ben echt zeg een genius. Onthoofd. Oh ja, nu maar hier. Marie Antoinette was de last queen of France before the French Revolution. Ja. Ja, ze was de Archduchess of Austria. Ja, toen kwam die opstand. En toen, want zij zaten natuurlijk veilig in Versailles in die kooi. En toen kwam die opstand. En toen zijn iedereen naar binnen is gepakt. Volgens mij was er ook iets met dat zij cake ging uitdelen aan arme mensen of zo. En dat toen heel debiel was. Moet je op het zoek op Marie Antoinette cake. Let them eat cake. Oh ja. Cake is more expensive than bread. Oh ja, dat was een soort cynische opmerking, zo van tijdens de revolutie dat ze dan zei. En volgens mij was zij wel arrogante curly hoor. Maar die Jean is wel Frans. In het echt? Ja. Het is toch niet normaal dat je huid zo droog is dat het helemaal... Smeer je wel in? Nee. Nee. Maar heb ik niet een ziekte of zo? Nee, doe even normaal. Nou, ik heb dit nog nooit gehad van die schilfers. Kijk hè. Ja, dan moet je gewoon even insmeren, man. Weet? Huh, dat wist ik helemaal niet, dat het er stond. Oh, wat dacht jij dan? Nou, dat had je naar gekeken wat er stond. Huh, dat wil je toch weten, hè?
je geen interesse in mij? Ik zou dat echt willen weten. Nou. Wow, daar word ik zwaar. Het is me überhaupt nog nooit opgevallen eigenlijk. Maar wat betekent, waar staat het voor dan? Dat zijn mensen die maar altijd hun best doen om andere mensen in het licht te brengen. Oh ja. Dus als jij je kut voelt, dan zou ik er alles aan doen om je beter te voelen. Dat zit echt in mijn hart. Mm-hmm. Ik vind dat niet cliché. Dat mensen dat op hun armen hebben, zeg maar. Ja, ik weet niet. Of überhaupt dat woord, vind ik niet cliché. Die gasten... Ja. Eén gast heeft dat dus gezegd. En dit is meteen... Iedereen vindt het cliché. Ik ga trouwens ook een tattoo zetten, ik weet nog helemaal niet wat. Daar moet je wel echt over gaan nadenken hoor. Want ik vind het niet... Je moet niet zomaar wat doen. Nee. Tenminste, dat ben ik. Nee, maar ik ga het aan mijn moeder doen, hè. Ik heb er echt over nagedacht. Ik ga samen met mijn moeder. Ja, waar ga je? Welke plek? Hier of hier of hier. Dit schijnt heel veel pijn te doen. Maar sowieso, je maar dat moet weten dat Amy niet pijn doet. Nee. Het is zo'n symbool. Maar dat maakt me ook niet uit. Pijn. Nee, ja, ik zweer. Ja, ik vond het echt gewoon geen pijn doen. Ik dacht echt. Maar mensen vinden dit ook heel erg pijn doen, maar dat vind ik ook geen pijn doen. Wow, op je wenkbrauwbot, hè? Wow, bij mij zou dat echt heel erg zijn, denk ik. Want vind jij epileren ook pijn doen? Ja. Ja, ik niet. Als er één haar uit me wordt getrokken, ga ik niezen. Oh, nee, maar dat... Oh, ja, dat zegt ze ook dat mensen hebben die heel erg gaan niezen. Ja. Maar ik lig daar gewoon over. Ja, niezen, traanogen. Oh. Hele show. Nee, dat is echt niet fijn. But does he know? Nou, good night. Goedemorgen allemaal. Het is 10:30. En het is zaterdag. Ik ga... Dit ding is echt nooit scherp. Ik ga nu naar Pilates. Naar mijn make-up nog gezellig. We gaan eerst voor even een koffietje doen. En ik ben of course weer te laat. I hate myself. Maar ik was een video aan het editen. Dat was voor the greater good. ja, ik ga nu snel naar heen scooteren. En ja. Yeah. Nou guys, je zal het niet raden, maar ik ben gewoon op tijd. En Maggie is te laat. Ik was hier op precies om 30. Het is nu 32. Ik heb even een lekker plekje in de zon. Gekleed. Het is super heet. Ik ga even mijn trui uitdoen. Holy moly. Het is echt super warm. We gaan hier even een koffietje doen. En daarna gaan we Pilates doen bij Core 40. Daar echt fucking ook niet geweest. Maar ik heb eindelijk klaspest. Dat ik dat weer kan doen en zo. Fucking chill. Even de trui uit. Zo. Ziek warm. Nou guys, deze girl is helemaal een Barbie geworden. Hoe leuk. Ik moet er nog hakken bij aan doen, maar dat ga ik daar doen. Echt, I love the dress. Ik heb helemaal roze oogschaduw op en zo in mijn make-upje. So I'm ready to go. Oké guys, ik zit in de car. Ik heb mijn jurkje aan. Ik vind het zo leuk. Ik ga nu eerst wel een bow ophalen en dan gaan we daarheen. Dus ja. En we zitten in. Leuke Barbie party met mijn Barbie girls. Oh. We hebben nu een Barbie taart. Alles helemaal Barbie. Ja. Zo, camera. Hoe doe je dat goed? Ja. Je moet gewoon even doen alsof je snijdt, denk ik. Dat is klein bij jou. Ga ik snijden? Ja. Doe maar gewoon. Niet er één. Alsof je gaat trouwen. Ja, zo. Beetje never feel. Ja, wat wordt het? Ik zou een hele kleine... Ik ga nog even één keer pushen. En dan misschien nog door de helft. Eén zo'n plak. Ja. Lekker. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik ben naar mijn broer gereden, die woont in de buurt bij Utrecht. Dus ik heb even een stukje gereden. I love car rides. Dus het regent echt fucking hard. Echt helemaal kut weer. Nou guys, het is eigenlijk alweer de volgende dag. Ik wil hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de vlog. Net zoals dat ik het heb gedaan. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. Te abonneren. Te volgen op TikTok en Instagram. Allebei @zagvervoerd. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now.